Ja, bedankt. Dankjewel. En ik heb voor mezelf heb ik nog de allerlaatste trappisten hier. Die hebben ze hier ook. Oh, echt waar? Ja, uit Engeland. En kom je dat hier nu kopen omdat je hier vaste klant bent? Of gewoon als bierliefhebber had je hier lucht van gekregen? Of, gaat eigenlijk van alles. Ja. En vaste klant sowieso. Maar, en ze hebben gewoon heel veel goede soorten bier. Dus. Ja, en wat is dat dan, een Trent Meadow? Ja, dat is een donker Engels bier. Ja, een beetje quadruppel tegen licht stout. Van alles. Quadruppel, dat is bijna whisky. Ja, dat is een mooie stout. Nou ja, geniet ervan. Een mooie, stevige donker bier. Mensen, hoe is het met jullie? Wisselend. Ja. Ja. Nou, doe eerst maar al het goede nieuws. Dan, en dan doen we de pijn straks. Dat goede nieuws, dat is houd snel op, denk ik ook. Ja. Dat is goed. We zijn dicht. Ja. Maar nu zie ik wel, ik kwam aanlopen en er stond er een klant voor de deur. Je hebt nu een soort loket. Ja. Want jullie hebben nu als een soort, ja, Dessa's bierpakket noem je het. Maar het is, oh, er is een klant daar zo. Ja. Eenmaal blonde krachtig en ander een elegant. Ja, dat moet het maar zo, hè? Ja. Jammer. Nee. Komen jullie normaal hier een biertje drinken? Of, ja, eigenlijk heel vaak wel, ja. Met dit weer. Dat is hartstikke jammer. Ja. Hè? Maar we hopen maar dat het snel voorbij is. Ja. In goede maatregelen dan, dat we in ieder geval hier op terras kunnen komen. Lekker lunchje. En deze gaan jullie lekker in de tuin op drinken straks? Ja. Ja. Nu gaan we naar huis. Maar geniet ervan. Ja, dank je. Succes, dank je wel. Doei. Hey, maar dit is wel leuk om te zien. Het zijn de twee die ik nu zag komen, dat zijn wel vaste klanten die dan toch komen om het biertje te genieten. Ja. Onze kelder is helemaal vol met 125 speciaal bieren. Dus overal is er wel een krat van. Dus er ligt voor 1000 euro's in de kelder. Ja, ja. Dus niks in hoeven kopen. Dus, maar hoe lang kan je normaal gesproken speciaal bier eigenlijk bewaren? Als je het ligt eraan wat voor bier je hebt. Brengt nu niks op. Maar wat was de reden voor jullie om dit te doen? Is dat toch om de binding met je klant te houden, of verdien je er ook nog een klein beetje aan? Ja. Of? Nou, het begon eigenlijk meer van, wij hebben nu heel veel tijd en we wilden gewoon wat doen. En we dachten, we gaan gewoon een bierpakket samenstellen en dan kijken of dat loopt. En we dachten, het worden er 20 en de eerste weekend waren het er 85. Dat is echt dus wel veel. Dus toen dachten we, oké, dit is cool. En we hebben een superleuke middag gehad. We hebben heel veel vaste gasten die weer terugkwamen. Die zeiden, oh jongens, wat leuk om je weer te zien. En wij ook. En dan zie je weer dat het sociaal aspect van jouw werk is heel groot en heel belangrijk. We hebben heel veel vaste gasten die we dagelijks of wekelijks spreken. En die middag konden we echt weer even bijkletsen met iedereen. Ja. En dat gaf ons echt zo'n goede boost. En we waren eigenlijk, voor dit alles, had ik er al wel eens over nagedacht om een webshop te doen met bieren. Want we hadden eerst natuurlijk ook met een breakfast. En nu hebben we wat meer tijd over. Dus dan dacht ik, nou, hoe kan je iets anders doen? En bier is gewoon een supermooi en prachtig product. En in een weekendje heeft Prosper dat opgezet en het is echt gewoon net een webshop geworden. En mensen gingen ook gelijk s'avonds bestellen, want ik zei dan tegen vrienden, oh ja, we zijn online. En toen zaten we, oh, komt er al wat binnen? Achter elkaar, er komt gewoon wat binnen. En dan zie je gewoon dat mensen dat graag willen, want normaal gesproken, sinds dat we dicht zijn, is het gewoon goed weer geweest. Normaal gesproken zat het terras gewoon lekker vol. We zaten nu gewoon lekker met de gasten. En van koffie tot wijn tot thee en bier. En dat mist. Dat is allemaal weggevallen, ja. Nou ja, en jullie hebben inderdaad ook. En wat je kan zeggen, natuurlijk, bier kan je overal kopen. Maar jullie hebben ook gewoon allerlei bieren die je niet. Standaard in de winkel. Nee. Klopt. Nou ja, dus dat is wat dat betreft ook heel leuk. En er is ook natuurlijk wel een gevoel bij heel veel mensen. Steun de lokale ondernemers. Ja, dat is wat we heel veel horen. Ja. Hey, maar hoe is het, Dessa Finale was zaak zelf, ik bedoel, jullie hebben, hoe lang is dat nou geleden dat je het van je ouders echt overnamen, dat feestje? Ja. 2 jaar terug, 1,5 jaar terug, zoiets? Nee. Maar niet eens? Nee, we hebben het echt afgelopen december pas gekocht, ons huis en dit pand. Dus een financiële buffer was er voor ons gewoon niet. En daardoor, toen wij hoorden dat we dicht moesten, was het eigenlijk gelijk stress, want we hebben gewoon alles nodig wat er binnenkomt. Zeker rond de Pasen. Hè? Ja, en niet omdat je bedrijf niet financieel in orde is, juist wel, want we hadden een hele goede winter gedraaid. Maar in maart begint het allemaal weer, al de extra van buiten. Ja, ja. En dat is, dat misten wij gelijk. En onze kosten lopen gewoon door. Ja, je hebt je hypotheek, gas, water, licht, personeel.
Wij hebben ook vaste personeelsleden, ja, die moeten ook gewoon betaald worden. Want die hebben ook hun huur en hun huis en hun kosten. Maar hoe zien jullie de perspectieven dan? Of hebben jullie een hard hoofd erin? Wij vinden het heel spannend. En wij zijn niet voor het nieuwe normaal van een 1,5 meter maatschappij. Dat werkt niet bij ons. De warmte gaat dan uit de horeca. Want je kan niet met een, tenminste in mijn optiek, je kan niet met een karretje aankomen, die neerzetten, naar achter stappen en dat de gasten hun eigen eten pakken. Ga ik dan van 1,5 meter een lekker biertje aanbevelen? Ja, maar hoeveel mensen kan, als je 1,5 meter als uitgangspunt, hoeveel mensen kan je dan nog kwijt op je terras? Is dat nog niet eens de helft waarschijnlijk? Ja, nee. En kijk, de zomer zou dan nog wel gaan, dan zeg je wat breder uit. Maar in de winter hier binnen, ja, dan kan we 10 man kwijt of zo. Ja. Al 35, 40 man kwijt. Ja. Maar wat hopen jullie dan? Want iedereen hoopt natuurlijk dat het zo snel mogelijk weer normaal kan worden. Maar... Tuurlijk, ja. Dat is belangrijk. Ja. Gezondheid is heel belangrijk. Wij begrijpen het ook wel. Alleen wij en andere ondernemers, de kleine ondernemers, zijn wel gelijk geraakt in de portemonnee. En dat is heel moeilijk. Ja. Want waar kies je dan voor? Voor gezondheid of je financiële verhaal, weet je. Wij hebben ook een gezin, wij hebben ook 3 kinderen die gaan ook studeren. Ja, je zit erin. Hoe gaat het met jou? Gaat wel goed. Ja, is de sfeer in huis ook nog een beetje... Het is wel oké. Ja? Ja, we zijn wel ineens heel veel met z'n allen. Wat doe jij normaal, wat je nu niet meer kan doen? Ga je vaak naar buiten? Of? Nou, normaal ben ik eigenlijk altijd aan het werk hier. Ja, dat is voor jou. Ja. Dus nu is het echt zo, ja, nu is er gewoon niks meer te doen. En wij, ja... En uitgaan en zo kan ook allemaal niet meer. Dat, ik merk wel heel erg dat iedereen dat gewoon heel erg mist. Gewoon elkaar kunnen zien in het begin. Ja. Want ik probeer wel gewoon zo min mogelijk met mijn vrienden af te spreken. Maar het is via FaceTime en zo is niet hetzelfde. Het is gewoon fijn om gewoon met elkaar te kunnen praten over dingen. En er gewoon dicht bij elkaar te kunnen zitten. En ik denk dat dat wel iets is wat heel veel mensen van mijn leeftijd heel erg missen. Gewoon, gewoon op zaterdag naar de oren gaan en iedereen tegenkomen. En nu weet je eigenlijk helemaal niet meer hoe het met iedereen gaat. Wij hebben gewoon Pasen thuis moeten vieren. Normaal gesproken zitten wij met Pasen in de herberg of in Zet. Ja. Dat was echt super raar. Maar we vermaken ons wel. Wat wij doen, we hebben met heel veel andere vrienden, ondernemers contact. Thijs en Suzanne hebben natuurlijk net een zaak gekocht. Ook een verhaal. Dus die is daar aan het klussen. We zijn bij Helen en Greg in Poppendamme al een paar keer geweest. Gewoon voor een afstandelijk theetje. En Sper heeft daar lekker in de zandbak lekker zitten. Takjes zitten weghalen, weet ik veel allemaal. Tot hoe lang kunnen jullie het volhouden? Dus als het zo doorgaat, hebben we het dan over 2 maanden, 3 maanden? Of nog langer? 3 maanden wordt wel knap. Erg lang. Ja. Dus jullie zouden eigenlijk nog een stukje gewoon van de zomer mee willen pikken. En dan gewoon zoals vanouds. Nou ja, ik help het jullie hopen. Ik mis zelf ook heel erg de kroeg, maar als het zover is, dan gaan we er zeker een paar op drinken. En tot die tijd, hou vol en zet hem op, hè. Dankjewel.